Wederom wordt dit jaar het nieuwe jaar in Wijk en Aalburg ingeluid met een nieuwjaarsfeest in d'Alburcht. Wij gaan samen met NOAD een feest organiseren. Dat doen we voor het derde jaar op rij en dat is de Oud en Nieuwsparty van Wijk en Aalburg. En vanaf hoe laat gaat de zaal hier open? De mensen zijn welkom vanaf 1 uur en we willen tot 5 uur doorgaan en tegen die tijd hopen we dat het dak eraf is. Wat kunnen mensen verwachten aan het programma hier in d'Alburgt? Je kunt verwachten, ja, net als de afgelopen jaren is het altijd goed gegaan met Corné van der Heerik, Corné Music. Die doet het heel geweldig en vorig jaar hebben we hier een artiest staan. Dit jaar hebben we een mystery guest, dus we zijn, ja, dat is echt nog een mystery wie hier gaat komen. Maar ik zou zeggen, het is echt top, ik zou er zeker voor komen. In het verleden was er een feest op het Marktplein, georganiseerd door de Dorpvereniging. Op een gegeven moment zijn die ermee gestopt en is vanuit de gemeente het verzoek gekomen om dat op te pakken. En dat hebben we samen met NOAD gedaan en vandaar dat we hier nu voor het derde jaar op rij staan. Waar kunnen mensen kaarten krijgen? Je kan kaarten komen door op de site bij NOAD '32 of bij Wilhelmina te kijken. En daar staat een linkje, daar klik je op en dan kun je kaarten aanschaffen. Het feest wordt georganiseerd door 2 verenigingen uit het dorp. Dat is een bijzondere samenwerking. Ja, maar wel een hele prettige samenwerking die ook al een aantal jaren dus heel goed verloopt. En van beide verenigingen komen vrijwilligers om ons te helpen en zetten met z'n allen de schouders eronder.